De Wakapassi langs de Palmentuin is verfraaid met een kleurrijke piano. Dit muziekinstrument is daar geplaatst in verband met het pianofestival dat op 26 maart van start zal gaan. De piano is gedoneerd door muziekpedagoog Lisbeth Perotti en heeft als doel meer bekendheid te geven aan het festival. De leerlingen van Nola Hatterman Art Academy hebben de piano, die ruim 200 jaar oud is, een facelift gegeven door het met vrolijke kleuren te beschilderen. Dit prachtig kunstwerk moet meer toeristen aantrekken, vertelt Yves John van de stichting United Tour Guides of Suriname. Het kunstwerk zal op een gegeven moment zal het gewoon hier op de Wakapassi zal het geplaatst worden. De Wakapassi is natuurlijk een mooi project. Wij van de gidsenorganisatie United Tour Guides Suriname zijn nu op dit moment bezig het toeristinformatiecentrum te reinstalleren. En dat ziet u dus hier zo achter ons. Het is een onderdeel van een groter project. Het Paramaribo Live Museum, een project wat is geïnitieerd door het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. En het is tegelijkertijd is het een toevoeging aan het PURP-programma. PURP staat voor Paramaribo Urbanisatie en Rehabilitatie Programma, waarbij meer leven wordt gewerkt, dus aan meer leven voor de binnenstad. Verschillende panden die zullen worden gerenoveerd. De stad Paramaribo, onze UNESCO-stad, zal aantrekkelijker gemaakt worden in de aankomende jaren. En entertainment is daarbij een heel belangrijk ding. Het is een heel belangrijk stukje natuurlijk. En deze piano zal hier geplaatst worden. En zodanig dat je een keyboard erin kan stoppen. Of erop kan stoppen. Het is een piano die leeg is. Lisbeth Perotti, zij heeft ons die piano gedoneerd. Een van de leerlingen die heeft meehelpen schilderen, vertelt meer over het werk van de afgelopen dagen en waarom hij aan het project heeft meegewerkt. Ik ging kunst beginnen toen ik jong was, 5, 6 jaar zo. Dan ging ik mijn eigen tekenboeken, dus ik mijn eigen story tekenen en dingen. Oké, jouw eigen verhaal tekenen. Ja, dat. Oké, dan nu, hoe lang ben je bij Nola Hatterman? Ik denk sinds 6 jaar tot nu. Oké, mooi. En wat is jouw droom? Ik denk misschien ga ik een piloot worden. Of als ik niet kan maken, ga ik misschien op de bank werken. Oké, dus piloot of op de bank. Maar wat is je droom met de kunst? Met de kunst. Wat is jouw droom? Jouw droom waar je aan zou willen werken als jouw kunstwerk daar zou staan? Dan ga ik misschien proberen om de bekendste tekenaar te worden. De bekendste tekenaar? Ja. Oké, mooi. Een van de leerlingen van de Nola Hatterman Art Academy die mee heeft geholpen de piano die nu op de Wakapassi staat te verfraaien. De kleurrijke piano moet toeristen aantrekken naar het pianofestival dat 26 maart van start zal gaan.